Het gebied Eersel kwam in 1203 in handen van de hertog van Brabant, die ter plaatse een burcht bouwde die al snel in de 13e eeuw weer verdween. Rond de 14e eeuw werd Eersel welvarend en werd de monumentale toren gebouwd. Eersel is een van de 8 zaligheden. Dat zaligheden staat voor armzaligheid. Rond 1830 was het hier namelijk een heel arme streek. Dit is het oudste gebouw van Eersel, de Mariakapel. Een wonderlijk gedraaide deurklink van brons sierde glanzend gelakte houten deur. We gaan naar binnen. Iedereen is dagelijks welkom. Je kunt hier ook trouwen. Dan open je zelf de deur naar jouw toekomst. In vroege tijden moest je de deur altijd goed sluiten, zodat er geen varkens of andere dieren naar binnen zouden komen. Waar je nu op de bus wacht, kon je een eeuw geleden wachten op de tram. Alles en iedereen reisde met de tram. 6 keer per dag voor mensen en vracht. Op 30 juni 1897 opende de Meierij het traject Eindhoven-Reusel-Belgische grens. Dit is het begin van de industrialisatie in de Kempen. Volgens sommigen staat deze boom, de boterlinde, er al meer dan een eeuw. Aan het begin van de 20e eeuw verkochten de boerenvrouwen onder deze linde eieren, zuivel en hun zelfgekarrende boter. Richard Bettels maakte het beeld van de contente mens. Het is een verbeelding van de Kempische mens naar evenbeeld van Jantje Molle. Maar Eersel had niet alleen markante mannen. Vandaar dat er nog een beeldje staat aan de overkant van de markt. De prompte vrouw. Centraal op de markt staat de hardstenen dorpspomp uit 1864. Die stond daar niet alleen voor de mensen. Ook de dorstige dieren die op de markt werden verhandeld, dronken er water. Sommige paden ontstaan vanzelf, zoals de kortste weg naar de kerk. De grond wordt wat harder en dan wordt het een pad. In 2009 kreeg het pad naar de Willy Broderskerk zijn eigen straatnaambord. In de kern van Eersel liggen achter de huizen aan weerszijden van de markt smalle, langgerekte veldjes. Vroeger waren ze in gebruik als tuin, weidje, boomgaard, moestuin of parkeerplaats. Koning Lodewijk Napoleon subsidieerde de bouw van deze protestantse kerk in het katholieke Brabant. Omdat de kerk geen toren heeft, wapperde de vlag bij feesten en officiële gelegenheden naast de deur. Teuten verkochten ver over de landsgrenzen hun handelswaar. Onder andere het haar van Eerselse meisjes en vrouwen. Dat werd gebruikt voor het maken van pruiken. Deze teutenwoning heeft in het bovenlicht een levensboom waarin een haarvlecht zichtbaar is. Willy Broders stichtte vele kerken, kloosters en ook een kapel in Eersel,
dat toen nog Eresloo heette. Kerken bouwen en water in wijn veranderen is zijn specialiteit. Hier staat hij statig over Eersel uit te kijken. Zijn bronzen staf in zijn rechterhand, een kerkje in zijn linker, een wijnvat aan zijn voeten. In Eersel kon niemand om het klooster heen. Zuster Reinildis was de meest markante bewoonster van het klooster. Met veel hartstocht en doorzettingsvermogen gaven de zusters onderdak aan mensen die het op dat moment het meest nodig hadden. Het klooster is inmiddels opgevolgd door een gebouw met een meer wereldse functie, het gemeentehuis. In deze kleine kapel hangt de sfeer van rust en warmte. Adrianus en Petrus Hoeks werden 11 augustus 1944 gefusilleerd omdat ze geen bekenden aan wilden geven. De andere gedenksteen vertelt dat Jacobus Bloks in 1949 als enige van de 39 jonge Eersterse soldaten sneuvelde in de strijd om het behoud van Nederlands-Indië.